Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag een Get Ready With Me, een real-time Get Ready With Me, waarin ik dus helemaal niet knip. We gaan lekker kletsen, make-up doen en gewoon bijpraten over de afgelopen tijd. Dit is ook de eerste video die ik dit jaar film, dus Happy New Year! Ik ben een beetje late to the party, maar ik ben heel erg ziek geweest. Letterlijk, ik werd 1 januari wakker. Ziek. Ik dacht eerst, oeh, dit is mijn beste kater. Was het ook, maar ik was meteen heel erg ziek. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. En we zijn halverwege januari, dus dat is best wel pittig. Maar het gaat beter. Het gaat wel echt... Ja, ik wil het neerleggen, maar het ligt nu op de grond, maakt niet uit. Het gaat wel echt beter. Ik ben echt op 95%. En dat is ook maar goed ook, want ik ga morgen naar Litouwen. Ja, ik heb misschien wel een verkeerde tijd uitgekozen om naar Litouwen te gaan. Want het is daar echt heel erg koud nu. Ik was er vorig jaar ook in januari. Maar ik heb het gevoel dat het nu wel echt een stuk kouder is dan toen ik er was. Want toen ik er de vorige keer was, toen lag er niet eens echt sneeuw. En nu ligt er best wel veel sneeuw. En het was laatst daar letterlijk min 18. En heel eerlijk, ik weet niet hoe ik met dat soort temperaturen moet omgaan. Dus dat. Maar ik moet wel echt even beginnen met make-uppen. Dit is ook altijd een hele goede voordat ik op reis ga. Dan doe ik ook altijd even een full face. En dan ga ik altijd even kijken van oké, wat heb ik nodig, wat niet. Weet je wel, want dan de producten die ik dan heb gebruikt, die neem ik dan vaak ook mee. Maar ik had laatst een goede combi met foundations. Can't Stop One Stop heb ik weer uit de kast gehaald. En deze van NARS vond ik samen wel heel chill. Zal ik dat nu weer doen? Ja, prima. Het wordt geen heftige make-up look, gewoon een beetje een dagelijkse simpele make-up look eigenlijk. Want ik heb voor de rest ook helemaal niks spannends op de planning. Gewoon een beetje dit. Want ik moet ook zeggen, mijn hele jaar tot nu toe is ook echt gewoon lekker, gewoon een beetje dit. Snap je? Het is echt ongelofelijk hoe ziek ik ben geweest. Ik had koorts. Echt dagenlang. Oh, dit is echt een chille kwast eigenlijk. Ik heb vandaag weer... Oh ja, trouwens, ik heb heel veel rode vlekjes weer. Maar dat is echt... Mijn kin is heel erg gevoelig. En rondom mijn neus hier ook. Maar dat heb ik eigenlijk altijd wel. Heel veel roodheden rondom mijn neus. Ik denk ook dat het een soort eczeem is. Maar zeg maar dit op mijn kin. En je ziet ook dat er best wel wat structuur zit. Ja, dat is echt wat ik dus in de winter heb. Dus dat schud ik nu op. En ja, ik doe echt mijn best met, zeg maar, hydrateren en crampjes en maskers en van alles. Maar ik denk dat ik er even doorheen moet. Dus dat is vervelend. En ik heb vandaag weer mijn gezicht geschoren. Misschien zou ik dat... Ja, niet meer zo vaak moeten doen, maar ik vind het op zich wel chill. En ik had verwacht dat mijn huid er slecht op zou reageren. Maar dat valt wel mee trouwens. Het klinkt heel heftig. Maar ik gebruik zeg maar zo'n ding daarvoor. En dan gaat het zo om zeg maar die peach fuzz eraf te halen. En dat had ik laatst een keer gedaan en dat beviel mij zo goed. En dat ben ik dus blijven doen. Trouwens, het is echt al donker eigenlijk nu ik dit aan het filmen ben. Maar ik had er in één keer zo'n zin in om gewoon even lekker te zitten en te kletsen. Dus in deze Get Ready With Me's, die real time zijn, wil ik gewoon een beetje kletsen over het leven. En ja, maar alleen enige kutte is, het is nu natuurlijk januari. Dus dan moet ik soort van terugblikken op december. Maar ik heb echt het gevoel dat als je in januari nog steeds over kerst en zo en nieuwjaar praat, alles is nu echt... voorbij, snap je? Het is anders dan met andere maanden. Als je bijvoorbeeld terugblikt in november, terugblikt naar oktober of in december of november, dan vind ik dat toch heel anders voelen dan dat ik nu terug moet blikken in de maand van kerst. Ik weet niet waarom. Ik heb gewoon zo geen zin om over kerst te praten, want dat is zo geweest. Oh mijn god, waar is alles ook eigenlijk? Ik zoek een concealer. Die was laatst ook kwijt. En het is zo'n klein dingetje. Ik zie het gewoon niet hier. Maar goed, even in twee zinnen wat ik met kerst heb gedaan.
Ik heb sowieso geen Sinterklaas gevierd. Doe ik eigenlijk, nou ja, nooit wil ik niet zeggen, nooit. Maar vrijwel nooit. Geen Sinterklaas gevierd. En ik heb kerstavond, ben ik samen geweest met Lotte en Rick. Dus met z'n drieën waren we. Gewoon wijntjes, hapjes, was super gezellig, spelletje. Eerste kerstdag was ik lekker thuis, want ik ben single, dus ik heb maar één kerstdag wat te doen. Ja, vorig jaar met kerst was ik een stukje drukker, want toen had ik nog een relatie. Dat was dit jaar dus niet meer zo. Dus ik had eerste kerstdag niks te doen. Nou goed, ik vond het niet heel erg. Ik heb gewoon lekker op de bank gechilled. Weet je, ik heb me echt prima vermaakt. Dus dat maakt op zich niet uit. Dus, zeg maar, ik heb echt best wel veel babyharen. Overal. Dus het voelt nu, en het ziet er ook heel kaal uit. Anyway. Dus, tweede kerstdag was lekker tranquilo. Of nee, eerste kerstdag was lekker tranquilo. Tweede kerstdag ging ik met mijn ouders uit eten. En mijn ouders, mijn zusje en bla bla. Alleen mijn moeder die was ziek, dus die was thuis. Dus dat is jammer. En mijn zusje, mijn broertje die was er. Mijn broer, zijn vriendin, bla 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 bla. Dus we waren met z'n allen lekker uit eten. En daarna ben ik op stap geweest in Groningen met vriendinnen. Was super gezellig. Ja, en toen, tussen kerst en nieuws, is altijd zo'n rare tijd. Dat je denkt van, wat moet ik nou eigenlijk doen in mijn leven? En toen, heel eerlijk, ik weet niet eens wat ik heb gedaan tussen kerst en oud en nieuw. En toen was het oud en nieuw en ik was er zo klaar mee eigenlijk. Want het duurde me allemaal veel te lang, al die feestdagen. Overal borrels, gezelligheid, stappen en alles. Gewoon het leven niet op orde. Dus ik was er op een gegeven moment zo klaar mee dat ik echt zoiets had van, oké, beter komt het nieuwjaar even snel. Want ik wil dat even afstrepen. En dan kan ik weer even door. Nou, toen kwam dus oud en nieuw. En heel eerlijk, mijn oud en nieuw was... het was heel leuk, begrijp me niet verkeerd. Het was heel erg leuk. Maar ik heb dat dus echt eigenlijk altijd... Met oud en nieuw ben ik zo emotioneel. Niet altijd, maar ik voelde de buik natuurlijk al hangen. Want ik ben nu een paar maanden single, dus... Oh, ik weet nog wel, het was een paar jaar geleden. Toen had ik ook best wel een pittige break-up gehad. Echt in de zomer al. En in één keer kwamen de tranen met oud en nieuw eens een keer. En dat heb ik dus heel vaak. Dat ik met oud en nieuw dus in één keer heel erg emotioneel ben over het jaar. En bla bla bla. En natuurlijk, mijn break-up is nu een paar maanden geleden. Maar is nog best wel vers. Het was een vrij pittige break-up. Dus ik dacht al, oh mijn god. Als ik niet... maar weer, zeg maar, zo emo wordt en dramatisch gaan lopen doen. Nou, precies dat is dus gebeurd. Ik was echt super emo. Trouwens, ik heb hier nog een pakketje van Kiko. Misschien is er iets leuks wat ik kan gebruiken. Maar ik was dus best wel emotioneel geworden. Ik was ook de hele dag zenuwachtig. Ik had amper wat gegeten. Natuurlijk super veel te veel wijn gedronken. Dus ik was hartstikke teut. Schattig. Oogmaskertjes. En ja, dus dat is een beetje de vibe. Wat mooi dit allemaal. Ik dacht ook dat het inderdaad de Love, Stellar Love collectie is. Misschien alvast voor Valentijnsdag, want geloof het of niet, het komt er alweer aan. Even kijken, wat kan ik hiervan gebruiken? Ik zie in ieder geval een parfummetje. En de vorige parfum die ik... Oh ja, ik heb het nu daar staan, mijn parfum. Maar de vorige keer dat ik parfum had van Kiko, die vond ik echt zo lekker. Ik had het niet verwacht. Oh mijn god, dit flesje. Zo cute. Ik weet ook niet of het al in de winkel is. Maar ik had het in PR gekregen. Dat vond ik ook bij die andere Kiko parfum. Want het was heel toegankelijk. Ik denk dat iedereen het wel lekker zou vinden. Oh ja, ik vind het wel lekker. Wederom, maar deze heeft iets mannelijks erin. Heel klein beetje. Ik weet niet wat het is. Ja, ik vind deze op zich wel lekker eigenlijk. Voor die andere ook lekker. Nice. Anyway.
Om een heel kort verhaal heel lang te maken. Want ik was echt alweer veel te veel aan het praten. Maar oké, dan gaan we nu een lang verhaal kort maken. Ik heb uiteindelijk dus mijn ex een berichtje gestuurd. Dat was dus niet helemaal de bedoeling. Dus ik expose mezelf ook wederom op het internet. Maar goed, waar moet ik het anders doen? En jullie zijn mijn vriendinnen. Dus ja, soms doe je dingen die niet helemaal handig zijn. En zo heb ik mijn ex een berichtje gestuurd. Doe niet alsof jij nooit je ex een berichtje hebt gestuurd. Maar dat was natuurlijk beter van niet. Dat weten we allemaal. Het is beter om je ex niet te appen. Oké, wel gedaan. En nu weer door. Ik moet eigenlijk even deze gore foundation lippen weghalen. Ik vind het zo lelijk. Weer. Dus, dat was natuurlijk dramatisch. Want toen hebben we elkaar ook heel even gezien. Om 5 uur in de ochtend. Oh, in de stad. Echt, oh, nou ja. Je kan je voorstellen hoe dat was. Dat was dramatisch. Echt. En ik had al de hele avond lopen janken. It was not a good show. Kan ik je vertellen. Dus, om weer even een positievere noot aan te geven was. Kijk, toen het uit was en zo, toen dacht ik wel. Oh, ik heb echt een piep in mijn oor. Toen dacht ik wel. Oh, wacht. Ik moet wel door, want ik zit alleen maar te lullen. Maar we moeten echt door. Ik dacht. Oh mijn god, ik wil hem echt niet tegenkomen. Bla bla bla. En ik ga hem tegenkomen, want hij houdt ook wel gewoon van de kroeg. En gezelligheid Groningen is niet heel groot. Dus je gaat elkaar gehuid tegenkomen. Dus toen dacht ik al. Dus ik weet wanneer hij ongeveer in de stad is. En waar hij ongeveer naartoe gaat. Dus dat heb ik echt de hele tijd sinds het uit is, heb ik dat vermeden. En nou ja, ik dacht wel, ik kan dat natuurlijk niet mijn hele leven blijven vermijden. Dus ik ben nu eigenlijk heel blij dat ik, zeg maar, wat dat betreft nu pleister eraf heb getrokken. Toch? Dat is zo gezegd, dat ik pleister eraf getrokken. Want nu heb ik hem gezien, nu is dat eraf en nu hoef ik nooit meer, zeg maar, zenuwachtig te zijn. Met, oh mijn god, straks kom ik hem tegen, bla 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 bla. Dat maakt niet uit, want ik ben hem al tegengekomen, ik heb er nu al mee gepraat. En nu zou ik het niet meer zo erg vinden om hem tegen te komen. En ik heb zijn spullen uiteindelijk na nieuwjaar ook aan hem teruggegeven. Dat had ik ook nog steeds niet, want ik was echt te doosbenauwd om hem ooit nog in mijn leven weer te zien. Dus wat dat betreft zijn er ook goede dingen uitgekomen, want nu ben ik niet meer zenuwachtig. En zijn spullen zijn nu weer bij hem. Dus dat is chill, toch? Dus dat is, zeg maar, goede wat ik er aan over heb gehouden. Even de positieve noot. Ik weet echt niet wat voor look dit gaat worden. Die parfum is. Doet me ergens denken aan. Wat ik op de middelbare school, zeg maar, aan het dragen was. Voor parfum. Dus dat was dat. Maar in ieder geval. In dit jaar heb ik nog niet heel veel boeiende dingen meegemaakt. Want ik ben letterlijk maar 1 keer mijn huis uit geweest. En dat was om naar de supermarkt te gaan. Ah, ik heb iets in mijn gehemelte, denk ik, kapot. Zo'n plekje. Heet thee is echt te heet. Oké, we gaan door. Even over goede voornemens, goede doelen, bla 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 bla. Hebben jullie dat al klaar? Ik wilde dat gaan doen. Maar het was ook heel erg ziek. Maar jongens, jullie, ik blijf de hele tijd herhalen. Ik was heel erg ziek, maar ik was echt heel erg ziek. Ik was zo ziek. Ik kwam niet van mijn bank af. Zo ziek was ik. Dus ik was echt ziek, oké? Oké, nu is het klaar. Nu weten jullie dat. Maar daardoor heb ik eigenlijk helemaal niks gedaan van wat ik wilde doen. Want ik had een soort van een deadline voor mezelf. Want ik ga dus morgen naar Litouwen. Heb ik dat al verteld? Die wel, toch? Maar ik ga morgen dus naar Litouwen. Dus voor mij was het van, oké, voordat ik naar Litouwen ga, dan heb ik dit en dit en dit en dit gedaan. Spoiler alert. Dat heb ik dus allemaal niet gedaan. Want, nou ja, ik zal het niet meer herhalen.
Maar ik was ziek. Dus alles loopt al een beetje in de soep. Maar dat maakt niet uit. Want in Litouwen ga ik ook heel veel chillen bij mijn oma. Dan kan ik wat meer dingen opschrijven. En een beetje Pinterest afstruinen. En wat afbeeldingen verzamelen ofzo. Want ik wil wel echt... Ik heb ook een lijst gekocht om zeg maar een soort van mijn vision board mee te maken. Maar ik wil wel eigen dingen gaan uitprinten en dat in de lijst doen. Dus dat ga ik nog doen. Maar ik moet zeggen, laat me even weten of jullie zeg maar al goede voornemens hebben. Maar laat het voor januari misschien anders ook even los. Want ik vind januari dus echt slechtste maand om met nieuwe gewoontes mee te beginnen. Want... Ja, heel eerlijk, ja, ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik ben echt, ik heb een winterdip. Ik voel me niet lekker, ik voel me lelijk, ik voel me niet goed. En dan denk ik, ja, en dan moet ik nu een soort van iets doen om mijn leven te beteren en nieuwe gewoontes aan te leren en weet ik veel wat allemaal. Ja, sorry, maar dat gaat nu niet lukken. Dat gaat nu gewoon heel even niet lukken. Kijk één keer naar buiten, je wordt niet goed. Dus... Ik heb besloten om mijn goede voornemens, om daar nog heel even mee te wachten. Ik vind het niet erg als ik heel januari op mijn bank zit onder een deken en mij helemaal rondloop te vreten. Het komt wel weer goed, weet je wel. Ik vind wel prima. Maar ik merk wel dat mijn mentale gezondheid niet heel denderend is op dit moment in het leven. Maar ja, vind je het ook eigenlijk gek? Ik heb best wel een bewogen oud-nieuw gehad. Mijn ex gezien. Ben natuurlijk ziek geweest. Ik kwam mijn deur niet uit. Het was verschrikkelijk grijs. Ik keek niet eens naar buiten. Dus ja, ik vind het nu ook niet heel gek dat mijn mentale gezondheid niet helemaal denderend is. Dus ik zie nu echt mijn reis naar Litouwen als iets van... Oké, even lekker een boekje lezen. Maar ook even een andere omgeving. Weer even andere vriendinnen zien. En ik vind het dus ja, daar veel leuker om even aan de wandel te gaan buiten. Want... Mijn oma die woont in een dorp met heel veel natuur. Maar het is nog veel te heet. Met heel veel natuur en bossen. Maar er is ook heel veel sneeuw. En het is best wel heel erg koud. Dus even kijken hoe dat gaat. Maar ik zie echt als een soort reis van... Ja, voor mijn mentale gezondheid. Weet je wel, even naar buiten. Dus dat is echt wat er op mijn to-do-lijst gaat staan. Daar... Lekker in de ochtend aan de wandel. Ik heb zeg maar deze uit de adventskalender van Benefit gehaald. Ik vind het echt een mooie kleur. Maar, misschien iets te heftig. Ja, ik heb ook natuurlijk echt helemaal geen kleur in mijn gezicht. Dus een beetje meer. Ja, een beetje prima. Anyway, dus dat gaat voornamelijk, of mijn reis naar Litouwen staat voornamelijk in het teken van mental health, boekje lezen, buiten lopen, met mijn oma chillen, naar mijn vriendinnen toe. Het is ook zo grappig, want ik heb dus in Litouwen 2 vriendinnengroepen. Dat is echt bizar trouwens, want hier in Nederland heb ik echt 2 vriendinnen überhaupt. Nee, dat is niet waar. Ik heb best wel veel vriendinnen, maar... Ik heb in Litouwen 2 vriendinnengroepen. Dus 1 komt nog uit de tijd dat ik op school zat. Dus dat zijn mijn klasgenootjes van vroeger. En daar heb ik, nou ja, niet met hun allemaal. Maar ik heb met een aantal daarvan, heb ik gewoon gedurende al die jaren dat ik in Nederland woonde, heb ik daar wel gewoon een goede relatie mee gehouden. Kiko heeft ook een oogschuimdingetje gestuurd. Maar... Dat voelde ik al en ik durf hem eigenlijk niet eens open te maken. Oh, dat valt mee. Oh, de pan, zeg maar. Dit ding. Oh, ik moet hem even lijmen. Oké, dat valt mee. Had erg gekund. Maar waar wil ik nou heen met dit verhaal? Oh ja, 2 vriendinnengroepen dus. Mijn klasgenootjes van vroeger. En ik had vroeger ook een goede vriendin. En dat is echt een heel erg leuk verhaal, want die vriendin, die ken ik omdat onze vaders vroeger, toen ze jong waren, beste vrienden waren. En haar vader en mijn vader, die gaan nog steeds met elkaar om, maar ze wonen gewoon best wel ver uit elkaar, dus niet heel vaak meer. En onze oma's, we hebben het echt over generaties,
Zij zijn nog steeds vriendinnen. Dus haar oma en mijn oma, die zien elkaar vaak. Die bellen elkaar ook vaak. Dus zij zijn echt vriendinnetjes. Onze vaders zijn vrienden. Maar zien elkaar niet meer zo vaak. Ik weet niet of ze elkaar veel spreken, weet ik niet. En wij ook. Dus dat is zo grappig. Dat is zo'n bijzondere vriendschap eigenlijk. Want het gaat echt met generaties. Dus dat vind ik heel leuk. En iedereen is ook echt bijna even oud. Dus dat is ook echt grappig. Verder. Ja, want eigenlijk. Want zij is zeg maar 10 dagen ouder dan ik. Of iets. Misschien 2 weken. Zoiets. Ze is maar 2 weken ouder dan ik. Dat is zo bizar. Maar onze moeders, die zijn dan weer geen vriendinnen. Onze vaders wel. Maar waarom vertel ik dit? Oh ja. Wat ik wil zeggen is, zeg maar. En dat is best wel gek gezien mijn leeftijd. Ik word trouwens dit jaar 30. Oh! Maar gezien mijn leeftijd is het best wel gek. Maar ik heb in mijn omgeving geen kinderen. Mijn vriendinnen hebben geen kinderen. En de kinderen die er wel zijn, dit is veel te veel. Die wonen of in compleet andere steden. Of weet ik veel. In ieder geval in mijn directe omgeving. De mensen die ik hier zie. Die hebben allemaal geen kinderen. Sterker nog. Mijn directe omgeving. Mensen hebben niet eens meer een relatie. Iedereen is single geworden dit jaar. Dus dat is zo sick. Dat is zo'n andere wereld ineens. Maar dus echt geen kinderen. Maar in Litouwen dus. Die vriendin die ik al zo lang ken. Echt generatie in generatie uit. Zij heeft wel een kind. 2 zelfs trouwens. Ze heeft 2 kinderen. Oeh, dit is veel te veel. Zij heeft een meisje en een jongen. En vroeger ging ik dus ook met haar klasgenootjes om. En zij gaat ook nog steeds met die meiden om. Dat is zeg maar echt zo'n vriendinnengroepje. En 2 andere meiden hebben nu ook al kinderen. Dus er zijn al 3 meiden zeg maar, in dat groepje die kinderen hebben. En die 4e meid is wel getrouwd, maar heeft nog geen kind. Dat komt misschien nog wel of niet, weet ik niet. En ze gaan dus met z'n allen afspreken. Dus ze zei van, oh Chris, als je dan toevallig dan komt, dan kun je ons allemaal zien. En ook al die kinderen. Dus dat vind ik zo bijzonder. Want nogmaals, ik heb dat in mijn omgeving niet. Dat vind ik zo grappig. Maar dan ga ik dus die meiden zien en zij leven zo'n ander leven. Want zij hebben allemaal kinderen en mannen. Ze zijn getrouwd. En dan kom ik zo'n buitenlander, weet je wel. Dus dat is, ja, dat vind ik heel grappig. Of nee, heel grappig. Ik vind het ook gewoon heel erg leuk dat ik dat, ja, ga zien. Hun allemaal. Hun heb ik solo niet gezien, de meeste van die meiden. Die andere, zeg maar, die vriendin van mij, die zie ik wel altijd als ik in Italië ben. Daar ga ik altijd langs. Maar die andere meiden heb ik dus echt al, nou, 1 daarvan, haar kind is letterlijk al 5 jaar. En toen ik haar voor het laatst zag, toen was ze volgens mij nog niet eens getrouwd. Dus dat is echt heel erg lang geleden. Ik vind deze mascara zo top. Ik blijf heel vaak terugkomen naar deze mascara. Dit is mascara van It Cosmetics. Dit is de Superhero mascara. Ik vind hem zo fijn. Ik heb deze ook echt al, nou, ik weet niet hoe lang. Blijf hem echt goed vinden. Dan heb ik nog een andere vriendin. Of een ander groepje, dus met mijn klasgenootjes. En 1 meid daarvan, zij woont in Schotland. Echt al, ik weet niet, ik denk al ook al wel 10 jaar. En zij heeft dus dit jaar meegedaan aan MasterChef UK. En volgens mij zelfs de VIP-versie. Dus dat is zo sick. Dat is zo sick gewoon. Ze is gewoon op tv geweest. In UK, MasterChef UK. Dat is niet normaal. Zo vet. Maar zij werkt ook echt in een Michelinster restaurant. Dus dat is echt sick. Echt heel knap. Maar haar heb ik net gemist. Want
we proberen het altijd een beetje te plannen. Dat als zij in die town is, dat ik dan ook probeer naar die town te komen. Want ik ben gewoon een stuk flexibeler dan dat zij is. Mensen uit de keuken hebben sowieso geen flexibiliteit in hun leven. Niet om de lucht te doen, maar het is gewoon zo. En ik als influencer heb heel veel flexibiliteit. Dus, maar het is niet gelukt dit jaar. Want ik wilde niet, want ze ging echt 3 januari of zo al naar Litouwen. En ik wilde heel even uitstellen. En achteraf gezien ben ik heel erg blij dat ik dat heb uitgesteld. Want ik was zo ziek. Nogmaals, ik was zo ziek. Dus, dat. Beetje leuk was. Wow, wat heb ik nou eigenlijk een half uur lopen lullen? Weet ik echt niet meer. Deze blijft altijd mooi. Nou, dit is ook echt zo'n make-up look dat je denkt van... Ja, take it or leave it. Ja, wat... Alles valt weer. Dus ja, tot nu toe is dat mij in 2024 aardig weinig meegemaakt. Volgende maand kom terug voor een nieuwe Get Ready With Me. Dan heb ik hopelijk wat meer te vertellen. Oh ja, dan ben ik al in Litouwen geweest. Ik ga trouwens ook een beetje vloggen. En een beetje vloggen. Ik weet niet. Niet heel denderend veel vloggen hoor. Maar gewoon wel wat. Daar heb ik op zich wel zin in. En ik blijf dus 2 weken weg. Dus als je deze video ziet, dan ben ik er al. Oh, morgen vertrekken. Ik moet mijn koffer nog helemaal gaan inpakken. Ik moet nog even kijken wat ik van de waslijn eraf ga halen. En op de verwarming ga leggen. Want ik... Geen flauw idee. Echt geen idee wat ik ga meenemen. Niet normaal. Maar in ieder geval jongens, ontzettend bedankt voor het kijken van deze video. En ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Tot de volgende keer. Maar weer, ja, tot de volgende Get Ready. Of tot de volgende vlog. Tot de volgende shoplog. Whatever. Abonneer je ook even op mijn kanaal. Als je meer video's van mij wilt zien. En dan gaan we even lekker kletsen over het leven. Anyway, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!